Lieve mensen met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga vandaag een collectieve bericht doen. En ja, ik heb niet zoveel tijd, we gaan naar twee kringloopwinkels. De Alfa aan de Rijn. Dus ik denk, even snel iets doen nog. En vandaar, morgen zijn we ook weer op stap. Sinds de kringloopwinkels open zijn, dan... Ja, dan ga ik op pad. Dit heb ik ook daar gekocht. Dus ik haal altijd leuke dingetjes er vandaan. En de uil. Dus ja, daarom ga ik er naartoe. Dingen om op de kaart te zetten. Dus ja, ik wil nou genieten nu het nog open is. Want straks moet hij misschien weer dicht. Je weet me nooit, hè. Dus vandaar pakken we onze kans. En gaan we toch naar kringloopwinkels nu. We mogen een uur winkelen daar. Ik geloof anderhalf uur zelfs. Dus ja, dat is om te doen, hè. Dat is beter dan 10 minuten. Dus laten we kijken naar deze reading. Het collectieve bericht. Eerste kaart. Gardening, manifestation, ja, planting, reaping. Ja, je mag... zaaien en oosten. Je hebt al gezaaid waarschijnlijk. Nou mag je de oogst binnenhalen. Ja, wees niet bang. Je hebt hard gewerkt. En door het harde werken mag je nu dus gaan oosten. En waar verlangt je hart naar? Wat wil je hart nou eigenlijk oosten? Wat zijn je verlangens? Goed, de volgende kaarten. Tarotkaarten. Ja, ook weer dat manifesteren. Je gaat echt dingen voor jezelf manifesteren. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als die kaart, hè? Dus je mag nou dingen binnenhalen. Je hebt hard gewerkt. Jij bent de hoge priesteres. Jij bent die wijze vrouw. Of man, hè? Als je als man kijkt. Jij kan dit. Jij bent nou spiritueel heel erg gegroeid. Je bent eigenlijk op het punt dat je... Ja, misschien ook les kan geven aan mensen. Een echt een wijze vrouw of man. In jezelf. Ja, je moet wel, als je nog met angsten zit, stofzuig je angsten weg, staat hier. Er staat ook, roep de aartsengelen Michael en Raphaël aan om de angstgebaseerde energieën van jou, je omgeving en deze situatie, iedereen... hierbij betrokken is weg te halen. Dus alles, alle angsten moet je eigenlijk wegstofzuigen. Dus je mag aanzengel Michael aanroepen en Raphaël om nog die laatste angstdingetjes, energieën die jou in de weg staan, weg te stofzuigen. Dus en iedereen die jou dus tegenhoudt ook in de, om jouw oogst binnen te halen eigenlijk. Die mag jij wegstofzuigen uit je leven. Ja, elfen. En dat is heel leuk, want Simone van In My Rose, mijn vriendin, die zag voor het eerst elfen. En ik heb wel eens eerder gevraagd, zien jullie wel eens elfjes? Maar niemand reageerde. En nou had zij dus laatst een elf gezien. En die staat ook, je hebt een sterke binding... met de elfen en je levensopdracht houdt in dat je moeder natuur behulpzaam bent. Nou Simone, je mag de elfjes gaan helpen met de natuur. Nou, leuke taak. Goed, de volgende. Eigen ondernemerschap. Eigen ondernemerschap is goed voor je plannen en intenties. Het is voor jezelf werken. Het voor jezelf werken staat het je toe om beter je intuïtie en je goddelijke leiding te kunnen volgen. We zijn collega's en je teamgenoten die trouw aan je zijde zullen staan om je op alle manieren van succes te verzekeren. Ja, dat zeggen de engelen. Dit zijn engelenkaarten. Dus ze zijn eigenlijk je collega's en teamgenoten. En die zullen je op alle manieren helpen om dit succes, deze manifestatie binnen te halen. Dat je dit echt gaat opzetten voor jezelf.
Dus je eigen ondernemer zijn. Goed, laten we kijken naar de volgende kaarten. Dream Guide. Ja, er zijn dus... in jouw dromen komen dus gidsen die jou helpen. In jouw dromen, die helpen jou als jij 's nachts op reis bent. Soms ga je soms naar andere plekken toe in je dromen. Dat je uit je lichaam treedt, dat kan gebeuren. Je reist dan waarschijnlijk uit je lichaam. Ben je misschien niet altijd bewust van. Ik weet niet of iedereen dat doet. Maar je leraren, die helpen jou. Die geven je ook hele mooie dromen. Dus tijd om je te verbinden met jouw gidsen. Zodat de deur naar nieuwe mogelijkheden open gaat. Dus hier is een deur, dus daar mag je doorheen. Ze geven ook lessen, downloads in je dromen. Zodat jij door die deur heen gaat. Dus verbind je met de gidsen. Om dat ook te gaan doen. En in je dromen gebeuren heel veel dingen. Ja, ik zelf droom ook voor alles en nog wat. De meest gekke dingen eigenlijk. En ik weet nog niet eens waar het over gaat soms. En denken, waar heb ik in vredesnaam over gedroomd? Dan ben ik gewoon 's nachts druk met allerlei dingen. En dan weet ik echt niet meer wat het allemaal was. Maar dit lucide dromen is eigenlijk een droom die je wel onthoudt eigenlijk. Want hier is een kaart van lucide dromen. Dus vandaar. Goed, laten we de volgende kijken. Eight of Pentacles. Ja, je ziet hier een muntstuk, hè? Een pentakel. Die je eigenlijk met worteltjes. Je houdt hem in de hand. Ja, er kunnen financiële nieuwe dingen komen voor jou. Nieuwe avonturen, nieuwe ideeën misschien op zakelijk gebied. Ja, je hebt de zaden nu geplant. Ik mag de oosten ook, dus een nieuw begin misschien op zakelijk gebied. Jij gaat dingen manifesteren van jezelf. Dingen krijgen wortels, dingen gaan de grond in. Dit gaat allemaal tot fruit, fruition. tot bloei komen eigenlijk. Dus rijkdom, overvloed en allemaal goede dingen in je leven. Succes in je leven. Ja, vooral op zakelijk gebied, hè, de Pentacles. Dus dat mag je allemaal gaan oosten straks. Er komen allemaal worteltjes aan de muntstukken. Dat gaat groeien. Nieuw begin ook. Page of Wands. Ja, je gaat straks blij zijn, vreugdevol zijn. Kijk maar, het is een hele blije kaart. Je passie vinden in jezelf. Dit staat ook, Page of Wands staat ook altijd wel, dat je een boodschap kan ontvangen van iemand. Of jij stuurt een boodschap naar iemand anders. Ja, voorhoofdchakra. Het is goed voor je om de liefdesenergie in al haar vormen te zien. Zoals engelen, aura's en visioenen. Ja, je gaat misschien steeds meer... engelen zien, krijg je steeds misschien visioenen. Met je voorhoofdchakra, ja, dat is volgens mij het derde oog. Dit is natuurlijk niet het kruinchakra. Dus je gaat meer dingen zien waarschijnlijk, misschien word je meer helderziend. Opgestegen meesters, machtige, liefdevolle en wijze spirituele leraren en leraressen waken over je en zul je begeleiden. Ja, dat gaat dus ook in dromen, maar ook in het echt natuurlijk. Je ziet ze niet altijd. Misschien voel je ze wel. Je kan natuurlijk in meditatie in verbinding met ze komen. En die gaan jou begeleiden. Zodat je dingen kan manifesteren in je leven. Je hebt dan heel veel... Je hebt die wijsheid al in je, hè? Die hoge priesteres. Ben je al zelf. Alleen iets van angsten hou jou nog tegen. En het kan er zijn dat er opeens elfjes verschijnen in je dromen of om je heen. Dus misschien zijn er straks meer mensen die dat hebben. Ik hoor het graag van jullie. Het is nog mij nog niet overkomen. Maar ja, je weet nooit, hè? Het kan zomaar gebeuren. Dus ik hou jullie op de hoogte. Heb vertrouwen.
Het feit dat je voorwaarts gaat, wil nog niet zeggen dat je vertrouwen in jezelf hebt. Nee, dus je zit nog een beetje in angsten, geen zelfvertrouwen. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf ook dat ik niet altijd even veel vertrouwen heb in mezelf. Maar ja, dat gaat wel steeds beter dan vroeger. Want je voelt ook dat je meer hulp krijgt. Ook tijdens de readingen voel ik dat. Dus het zelfvertrouwen gaat steeds beter. In het begin had ik natuurlijk cameravrees. Maar dat gaat een stuk beter in ieder geval. Vertrouwen is het goddelijke. In het goddelijke is genoeg. Samen met de wetenschappen dat het goddelijke op allerlei manieren door jou heen werkt en met jou samenwerkt. Steun maar op ons als je zelfvertrouwen wat minder is. En we zullen je van moed en geloof voorzien. Ja, dat komt. Bij mij ligt het eraan dat ik niet zoveel zelfvertrouwen heb. Dat komt omdat. Vroeger ben ik altijd klein gehouden door mijn ouders. Ik mocht nooit wijs zijn. Maar ook door mijn vorige relatie van 27 jaar. Ben ik altijd klein gehouden. Mijn ex-man zei, jij kan dat niet. Laat mij dat maar doen. Dus ja, het is altijd de grond ingedrukt. En dus zelfvertrouwen heb ik echt moeten leren. En af en toe komt het dat ik denk, ik ben nog een beetje onzeker, weet je wel. Maar ja, het gaat wel steeds beter. Dus gelukkig wel. Dus het is een heel stuk beter dan het geweest is. Toen ik van mijn ouders vandaan was, was ik helemaal een zielig vogeltje. En dus toen had ik helemaal totaal geen zelfvertrouwen. En dat is in mijn huwelijk wel iets beter gegaan, maar nog steeds wel klein gehouden. En in dit huwelijk, nu al 6 jaar. Ik ken mijn man nu 11 jaar, we hebben 5 jaar samen gewoond. Heb ik toch wel meer zelfvertrouwen gekregen. Dus dat is nooit. Ik ben nooit de grond ingedrukt door deze lieve man. Dus ik kan mij gewoon ontwikkelen. Hè, ook met de kaarten geef ik me zelfvertrouwen. De engelen helpen me mee om zelfvertrouwen te hebben. Ik ben gewoon een goede partner tegengekomen die mij de ruimte geeft en ook niet mij klein houdt. En dat is, dat geeft je natuurlijk zelfvertrouwen. En dat wordt steeds maar meer gelukkig. Goed, lucide dromen. Ja, dat is een droom dus die je wel bewust bent als je wakker bent. Ze zeggen ook wel eens dat je deze droom kunt sturen. Dat je in de droom zelf die kan veranderen. Ja, dat heb ik nog niet zelf geprobeerd eigenlijk. Om hem te sturen eigenlijk. Maar ja, sommige mensen kunnen dat gewoon. Hè? Ja, in deze dromen word je ook veel meer van dingen waar. Je onthoudt ze dus heel goed. Je ziet ook de nieuwe kansen die je dan krijgt. Ja, alles wordt soms duidelijk in die dromen. Hè? En soms. Zie je ook wel, krijg je dromen van dat je leven moet veranderen. Dat je nieuwe kansen moet gaan grijpen. Zie je ook dromen dat je de situatie moet veranderen waar je in zit. Ja, het universum stuurt van allerlei dromen van, ja, dit kan je beter doen of dat kan je beter doen. Ik kreeg dromen in het vorige relatie dat ik beter uit die relatie kon gaan. Want ik kreeg dromen dat het water eigenlijk tot aan mijn nek stond. En dat was ook zo. En toen snapte ik nog niet alles. Toen was ik nog niet zo bewust van mijn droom eigenlijk. Maar ja, het water stond eigenlijk tegen de voordeur aan te kolken. Dus zulke dromen krijg je dan. En dat is heel apart natuurlijk. En eerst stond het water tot aan mijn taille. En toen later stond het tot aan mijn nek. Dan denk ik, oké. En toen werd ik ook steeds zieker. Ik begon steeds te spugen. Denk ja. Ik moet ze hier weg zien te komen. En ben ik toch vrij plotseling gedaan. Toen de gelegenheid kwam, ben ik vertrokken. Vrij onverwachts voor mijzelf ook. Want opeens had ik de mogelijkheden om te vluchten. En dat heb ik die dag gelijk aangepakt. En gelijk mijn biezen gepakt naar mijn ouders toe. En opeens was ik daar welkom en eerst niet. En opeens zei ze, nou kom dan naar ons toe. Nou, ja, denk ik, zou ik het twijfelen? Zou ik het doen? Zou ik het niet doen?
En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon doen, weet je wel. Ik ben het echt zat. Mijn lichaam gaat eraan kapot. Dus ik denk, ik pak mijn biezen. Ik heb een briefje geschreven, een afscheidbriefje van ik ga scheiden van je. En ja, ik denk, anders houdt hij me tegen. Het was al eerder dat ik tegengehouden werd. Dus ik denk, nou ga ik het zo, ik schrijf een briefje en wegwezen. Zo heb ik het gedaan eigenlijk. Maar door die dromen dat ik dacht, ja, het universum gaf mij dus wel steeds signalen. En ja, ik denk, ik moet er wel iets mee gaan doen, hè. En dat is allemaal om jou bewust te maken dat jij een nieuwe wereld in mag stappen. Dus luister goed naar die dromen die je krijgt, hè. Want dat geeft kansen voor nieuwe mogelijkheden. Dus je mag wakker worden van al die dingen die dus aangegeven worden in dromen. Dus luister naar die dromen. Dat is heel belangrijk. Het universum geeft niet voor niks jou die dromen. Zodat je een nieuwe wereld in mag stappen. En je ook sneller vooruit kan komen. Dat betekent ook wel communicatie. Misschien moet je met iemand gaan babbelen. Dat kunnen mensen om je heen zijn. Het kan ook zijn een geliefde die je denkt van, ja, ik heb gevoelens voor die persoon. Ik wil met deze persoon babbelen. Dus misschien gaat deze persoon met jou gaan praten. En stap jij met hem de nieuwe wereld in. Goed. Aartsengel Michael zegt ook, je werkt heel nauw samen met deze machtige aartsengel. Hij zal je in deze situatie beschermen en begeleiden. Ja, vertrouw op aartsengel Michael. Hij helpt je. Je kan dus ook hem altijd vragen van, help me alsjeblieft. Help mij de koorden door te snijden van dingen die niet goed zijn in mijn leven. Ik wil nou echt mijn oogst binnenhalen. Ik wil nou dingen voor mezelf manifesteren. Ik ben nou een stuk spiritueler. Ik heb meer vertrouwen in mezelf. Ik wil uit die angsten nog, de laatste angsten die er nog zijn, stappen. Ik wil die deur door, zodat je straks kan zingen en dansen van vreugde. Breng jezelf tot uitdrukking en schud je spirituele zintuigen wakker door magische krachten van muziek en dans. Ja, als je somber voelt, dan is dans en muziek heel eigenlijk helend voor je. Dat maakt je weer vrolijk, een beetje echt opgewekte nummers. Nummers waar jij dus heel erg blij van wordt en vrolijk van wordt. Ja, zulke muziek moet je dan draaien voor jezelf. Zodat jij, ja, die angsten eigenlijk wegstofzuigt met die muziek. Dat je weer blij bent. Huwelijk. Ja, misschien ga je trouwen. Goed, het huwelijk is een eenwording van twee zielen verbonden in liefde, wederzijds respect en verplichting aan elkaar. Het duidt op een verlangen om de liefde wezenlijk te verdiepen. Je huwelijksdag is een getuigenis van je wezenlijke overtuiging van de kracht van de liefde. Blaas voortdurend nieuw leven in die overtuiging en die liefde, mijn lief. Ja, voor jullie kunnen ook, sommigen gaan misschien trouwen met iemand met wie ze dus een nieuwe wereld in willen stappen. Er komt misschien communicatie tussen jullie weer. Misschien heb je dat in dromen al gezien, in visioenen, dat jullie dat ook echt gaan doen. Dus echt gaan trouwen. Dat is misschien al getoond. Anders kijk dat de vraag aan het universum. Geef mij een droom waarin blijkt dat ik iets met deze persoon die ik in gedachten heb, ga trouwen. Dat kan je dus manifesteren voor jezelf. Dus ja, en je kan ook dus op zakelijk gebied wat manifesteren. Dus blijf vertrouwen hebben in de situatie. En zelfvertrouwen is heel erg belangrijk. En zodat je straks blije passie achterna kan springen. Hè? Dit kan doen. Heel blij zijn. Dus, en luister naar de opgestegen meesters. Ze helpen je.
Je kan ze altijd vragen van, help me alsjeblieft. Ik wil door die deur heen. Hoe kom ik er daar doorheen? Begeleid mij daardoor. In mijn dromen. Signalen. Zodat ik eindelijk mijn oost kan binnenhalen. Zodat ik in mijn wijsheid kan komen. Want die wijsheid zit al in je, hè? En voor sommigen komen de elfen helpen. Misschien heb je al een band met de elfen. Dus ja, misschien gaan ze zich meer tonen. Dus goed, dankjewel voor het kijken. Word lid, like mijn video's en geniet van deze dag. Ik ga dat ook doen. De zon schijnt hier al op de Utrechtse Heuvelrug. Ik hoop jullie ook. Dus geniet, hè, van deze dag en in ieder geval tot de volgende keer. Doei!